orator van vandaag. Wij gaan zo meteen luisteren naar de oratie van een psychiater. Die is benoemd tot hoogleraar aan de juridische faculteit. Hij is hoogleraar forensische psychiatrie. Sinds jaar en dag geworteld aan de juridische faculteit. Professor van Kes studeerde in Leiden geneeskunde en filosofie. Promoveerde in Leiden op een niet-juridisch onderwerp. En nou vindt hij dus iets van het strafrecht. Ik heb dat in de krant gelezen, ik heb dat op de website gelezen en nu ongetwijfeld ook. U bent allemaal in grote getale gekomen vanwege het onderwerp van deze oratie ongetwijfeld. En wellicht ook omdat u de orator een warm hart toedraagt. Vermoedelijk zelfs dat. Ik wil graag benadrukken hoe belangrijk deze leerstoel voor de rechtenfaculteit is. In ieder geval vanuit het perspectief van een rechtendecaan. Nu ben ik even plaatsvervangend rechter, maar in het dagelijks leven rechtendecaan is het erg belangrijk dat onze juridische studenten ook vanuit een andere invalshoek met de materie die zij bestuderen bezig gaan. En vandaar dat deze leerstoel Forensische Psychiatrie het voor onze studenten hopelijk makkelijker maakt om te kunnen praten met mensen vanuit een andere discipline. En omgekeerd geldt dat hopelijk ook voor studenten die niet juridisch zijn, maar wel een klein beetje juridische achtergrondkennis nodig hebben. We zijn erg benieuwd naar wat u ons gaat vertellen. Ik geef u heel graag het woord. Bedankt. Meneer de rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders. Op vrijdag 22 juli 2011 kreeg de Anders Behring Breivik, toen 32 jaar, een bomaanslag op regeringsgebouwen in Oslo, 8 doden, en op het eiland Utøya, op een zomerkamp van de jeugdafdeling van de Arbeiderspartij, schoot hij 69 jongeren dood. Breivik wilde met deze aanslagen de Arbeiderspartij in de kern treffen. En in een heel uitvoerig en ook wel wat verwarrend manifest zei hij dat hij handelde om de West-Europese samenleving voor ondergang te behoeden tegen de bedreiging van de islam en de sociaaldemocratie. Wat dacht u toen u dit hoorde destijds? Dacht u, die man is gestoord? Nou, velen zullen zeggen dat deze man psychisch heel erg gestoord is, denk ik. En dat was ook de mening van twee forensisch psychiaters die een justitierapport moesten maken. En die stelden dat Breivik aan een psychotische stoornis leidde. Ten tijde van de voorbereiding en ten tijde van de uitvoering van de ten laste gelegde strafbare feiten. Indien bewezen. Dat zeggen we altijd netjes bij. Maar dat was eigenlijk allemaal duidelijk. En nou is het zo dat in de Noorse wet een psychotische stoornis met zoveel woorden wordt genoemd als een reden om een delict niet toe te rekenen. Nu lag het rapport meteen op straat. Dat had de advocaat van Breivik gedaan. Dat is zeer tegen alle regels in. Het werd volop gediscussieerd in de media. De enige die geen bijdrage konden leveren aan die discussie waren de twee forensisch psychiaters. En ja, het had zoveel ophef. Het haalde zo'n opweg, omdat het zou betekenen in Noorwegen dat Breivik geen straf zou krijgen, maar eventueel naar een psychiatrische instelling zou gaan. En dat was toch wel iets te veel gevraagd voor een groot deel van de Noorse bevolking, dat hij geen straf zou krijgen voor zo'n afschuwelijke gruweldaad. Tijdens de rechtszitting zei Breivik op een gegeven moment dat hij spijt had. En je ziet hem op de televisieopname, zie je de rechter en vol verwachting vragen of hij dat zou willen toelichten. Maar dat wilde hij wel toelichten. Hij zei, ik heb spijt dat ik niet meer mensen heb gedood. Op een gegeven moment moest Breivik ook huilen in de rechtszaal. Dus dit moment. Wel een beetje, ja, bijna een bizar moment, want wat werd op dit moment in de rechtszaal gedaan? Zijn eigen propagandafilm werd getoond, waarin hij ook op een gegeven moment te zien is in vol ornaat. Met deze insignes die hij zelf allemaal bij elkaar gefantaseerd had.
Kinder- en jeugdpsychiater professor Malt zei in de rechtszaal over Breivik: ik heb hem gesproken en ik zag een diep, diep eenzame man. En Malt stelde dat het syndroom van Asperger passend zou zijn bij de symptomen toen hij 4 jaar was en Breiviks moeder grote problemen met hem had en hij werd opgenomen voor een aantal maanden in een kinderpsychiatrische instelling. En al waren dat andere tijden, misschien werd je toen makkelijker opgenomen, maar op een leeftijd van 4 jaar een aantal maanden opgenomen worden in een kinderpsychiatrische instelling was ook in die tijd betekend dat er serieuze problemen waren. Nou, na 1,5 jaar discussie over die pro-justitie-rapportage werd er maar besloten om een contra-expertise aan te vragen. Er werden weer 2 psychiaters benoemd. Het valt op in dat rapport dat Breivik veel terughoudender is geweest in zijn antwoordgeven. En deze 2 psychiaters concludeerden dat er geen sprake was van een psychotische stoornis. Geadviseerd werd de lastig legde toe te rekenen, dat gebeurde ook en hij kreeg de maximale mogelijke straf, 21 jaar gevangenisstraf. De casus Breivik is natuurlijk uitzonderlijk en roept ook vragen op. Onder andere, hoe kan het zijn dat psychiaters tot zo'n verschillend oordeel komen? Is de betrouwbaarheid van psychiatrisch onderzoek zo beroerd? Nou, als je gaat kijken naar die rapporten, dan valt op dat de 3e en 4e psychiater eigenlijk wel dezelfde symptomen observeerden, maar dat ze die wegredeneren. Eigenlijk met een soort antipsychiatrische blik probeerden ze dat te verklaren in het normale. En ongetwijfeld zal de publieke opinie een druk hebben uitgeoefend. Maar er is ook iets anders en dat komt, het is heel dichotoom denken. Het is wel een psychotische stoornis of niet een psychotische stoornis. Wel ontoerekeningsvatbaar of niet ontoerekeningsvatbaar. Heel dichotoom. En ja, dat is zo in Noorwegen. Dat is eigenlijk dus denken zonder enige dimensie. Nuldimensioneel denken. Beste toehoorders, in Nederland zijn we wat ruimdenkerder. Wij denken niet zo zwart-wit. We kennen ook wat grijs, niet toerekeningsvatbaarheid. Geen 50 tinten grijs, maar toch wel 5. En bovendien kennen wij de mogelijkheid van TBS, TBS met drankverpleging. En het is zeer waarschijnlijk dat Breivik in Nederland tijdelijk gevangenisstraf had gekregen, plus TBS. Trouwens, de invoering van die terbeschikkingstelling in 1928 was mede als antwoord op een beruchte casus van een Frans dossier, waarin de deskundigen het ook maar niet eens konden worden of deze psychiatrische crimineel nou een echte psychiatrische stoornis had, en hoe verder dat dan doorwerkte op zijn delicten, en dus ook of hij al of niet toerekeningsvatbaar was. En ITBS was daar eigenlijk een oplossing voor, zowel straffen als behandelen. Waarom is het nu voor rechters zo belangrijk om te weten of er een psychiatrische stoornis is die van invloed is geweest op het delict? Nou, dat heeft te maken met artikel 39 wettelijk van strafrecht, daar staat dus met zoveel woorden: niet strafbaar is hij die een feit begaat dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestesvermogens niet kan worden toegerekend. Nou, het is dan de bedoeling dat psychiater, psycholoog al of niet een stoornis vaststelt en dat doet op grond van criteria uit een klassificatiesysteem. En gangbaar daarbij is het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders in de volksmond DSM. DSM is echter een heel globaal beschrijvend klassificatiesysteem. En er is nog een hele kloof tussen de stoornis van het DSM en het delictgedrag. Het delictgedrag moet wel uit de stoornis te verklaren zijn. En neem nu bijvoorbeeld een stoornis als autisme-spectrumstoornis, ASS. In zijn algemeenheid is ASS niet geassocieerd met delictgedrag. Sterker nog, als je in de algemene bevolking gaat kijken, dan is het zo dat individuen met ASS minder dan gemiddeld delicten plegen. En toch, binnen de forensische psychiatrie is de diagnose relatief oververtegenwoordigd. Ik heb zelf op de polykliniek Kairos patiënten met deze stoornis die veroordeeld zijn voor opmerkelijke delicten zoals stalking, perverse seksueel gedrag, exhibitionisme, brandstichting. En
Ja, dat is te verklaren uit dysfuncties die ze vertonen, die te maken hebben weliswaar met die ASS, zoals sociaal onbegrip, gebrek aan empathisch vermogen, zwakke communicatievaardigheden, alles overheersende preoccupaties waar ze maar naar moeten handelen, niet kunnen schakelen, ze heel rechtlijnig zijn in onderhandeling met anderen. Het zijn deze dysfuncties in hun onderlinge samenhang en dynamiek die dus een verklaring vormen waarom zo'n individu in een bepaalde omstandigheden tot een delict komt. En soms kan je dysfuncties wel benoemen, maar staat het niet helemaal netjes in de DSM. Is het dan geen stoornis? Ja, dat is natuurlijk wel een stoornis. We moeten ons daarin niet beperkt voelen door de DSM, door de hokjes van de DSM. De DSM is een hulpmiddel. Het is niet de ultieme waarheid. En bovendien is het zo dat de DSM betrekkelijk weinig zegt over de onderliggende processen en oorzaken. Die zijn toch wel van belang om het delictgedrag te begrijpen. En juist daarom, om een goed beeld te krijgen van onderliggende processen, zal neurocognitief en neurobiologisch onderzoek in de toekomst steeds belangrijker worden, naar mijn mening, bij dit soort onderzoek. Onder andere onderzoekers naar de functies van het brein zal bijdragen om het inzicht in die werkelijke mechanismen die onder het gedrag liggen beter te begrijpen en ook beter te begrijpen of het behandelbaar is, ja of nee. Ik zal nu een aantal bevindingen bespreken uit neurobiologisch onderzoek naar agressief gedrag. En daarbij is het belangrijk dat we een aantal typen van agressief gedrag onderscheiden. In de eerste plaats reactief agressief gedrag. Dat is gedrag of agressie vanuit een heftige emotie, bijvoorbeeld uit angst, bedreiging of als reactie op een frustratie. En als mensen vaak en te heftig en disproportioneel reageren met agressie, dan spreken we dus van een stoornis. En de eerste keus behandelen van dit soort mensen, deze patiënten, is met aggression replacement training, een vorm van cognitieve gedragstherapie, eventueel ondersteunende medicatie. Een andere vorm van agressie is instrumentele agressie, zeg maar koelbloedige agressie. En berekenend, gericht op een doel om iets van iemand anders gedaan te krijgen. En deze vorm van agressie is kenmerkend voor mensen met een hoge mate van psychopathie. Mensen die niet worden afgeremd door de empathie die normale mensen voor anderen voelen. Een derde vorm van agressie, die ik toch apart wil nemen, is agressie in het kader van een psychotische stoornis. En dit kan best ook instrumenteel zijn, zoals bijvoorbeeld bij Anders Breivik. En dat was ook zeer wel overwogen en goed voorbereid. Maar het kan ook reactief zijn op basis van een paranoïde angst. Belangrijk om dit apart te nemen, dus agressie in kader van psychotische stoornis, is omdat psychoses in het algemeen gelukkig te behandelen zijn met antipsychotica. En ook deze vorm van agressie is heel onvoorspelbaar en kan ook heel gevaarlijk zijn. En we kennen ook uit de media wel voorbeelden. Tristan van der Vee, Alassan S. in Buffalo en waarschijnlijk hoort Bart van U hier ook bij. Een andere vorm van reactieve agressie die ook apart genoemd moet worden is agressie in het kader van een posttraumatische stressstoornis. Dat gaat gepaard met overmatige waakzaamheid, een hyperalertheid en overgevoeligheid voor prikkels die met het trauma in verband gebracht kunnen worden. Het gaat ook gepaard met woedeuitbarstingen, vaak heel onredelijk, disproportioneel. Vaak ook in de huiselijke sfeer, dat de kinderen er ook moeten ontgelden. En er weer een bodem wordt gelegd voor psychiatrische stoornissen in de volgende generatie. De meest effectieve behandeling van PTSS, van zo'n posttraumatische stressstoornis, is imaginaire exposure. In gedachten opnieuw blootstellen aan de traumatische gebeurtenissen, maar dan in een veilige omgeving, zodat de conditionering uitdooft. Een andere vorm, heel populair, is EMDR, eigenlijk op dezelfde principes gebaseerd. Nou, we hebben nu een mooi overzicht, 4 hokjes gemaakt. In werkelijkheid zal er geen patiënt helemaal in één van die hokjes passen. Dus vaak bij reactieve agressie zijn er ook wel instrumentele elementen aan te wijzen. Maar het is wel belangrijk om dit onderscheid te maken. Wat bijvoorbeeld ook belangrijk is, psychotische klachten die optreden in het kader van een posttraumatische stressstoornis. Of een primair psychotische stoornis, waar misschien ook wat traumata een rol kunnen spelen. Maar
belangrijk om dat onderscheid te maken, zoals blijkt uit het onderzoek van Mario Braakman. Met name ook omdat er een andere behandeling nodig is. En Danique Smijers heeft in haar promotieonderzoek, waar ze nog mee bezig is, maar ze heeft laten zien al, dat patiënten met ernstige reactieve agressie de neiging hebben om, als het niet helemaal duidelijk is wat de bedoeling van de ander is, om meteen vijandige te interpreteren. En dat is een cognitieve vervorming die dus al een beetje richting psychotische stoornis gaat. En daar is dat extreem natuurlijk. Maar zo zie je dat je moet eigenlijk meer in dimensies denken dan dat het echt vier hokjes zijn. Wat heeft hersenonderzoek ons nu wijzer gemaakt? Nou, daar wou ik iets over vertellen. Is het van belang om onderscheid te maken tussen wat ik een eventjes bottom-up drive centra zou willen noemen. Met name de amygdala, wat je zou kunnen zien als het emotionele centrum. Amygdala speelt een rol bij de eerste verwerking van emotionele stimuli. En het ventraal striatum, dat kan je beloningscentrum noemen, dat wordt geactiveerd als er een beloning in het verschiet ligt. Een beloning verwacht wordt. Deze centra maken onderdeel uit van snel en automatisch werkende systemen. Maar soms is het geheel misplaatst, zeg maar, die reactie. En daarom is het goed dat er een feedback komt, een wisselwerking is met meer cognitieve systemen die in de prefrontale cortex liggen. Laat ze maar eventjes de top-down breaks doen. Nou, het gaat dus om een goede wisselwerking ook tussen deze systemen. Als we bijvoorbeeld kijken naar de amygdala, die is hyperreactief bij mensen met emotionele stoornissen, waaronder dus mensen die heel snel boos worden, bij PTSS. Maar heel opvallend, als je dus mensen met een hoge mate van psychopathie in een scanner legt, mensen testjes laat doen waar andere mensen, zeg maar, waar de amygdala actief wordt, dan wordt die amygdala veel minder actief. En dat zijn mensen die heel weinig boos zijn, en heel weinig angstig zijn, koelbloedig bij het in controle blijven. En dan slaat die amygdala eigenlijk veel minder aan. Dus je kan ze in de hersenscan uit elkaar halen. En wat betreft het ventrale striatum, het beloningscentrum, hebben we ook heel interessante dingen gevonden. Met name in het onderzoek van Dirk Geurts, Katinka van Borjes, samen met Jean-Charles de Colt. Het blijkt namelijk dat mensen die als persoonlijkheidstrek nogal impulsief zijn en neigen tot antisociaal gedrag, we weten dat die vooral ook gericht kunnen zijn op korte termijn beloning. Nou, dat beloningscentrum, het ventraal striatum, staat daar op scherp. Dus heel snel te activeren. En dan hebben zij deze mensen uit de normale bevolking gehaald, maar ook TBS-patiënten die dus impulsief zijn en antisociaal zijn. Nou, het was niet zo moeilijk om die TBS-patiënten te vinden. Maar je moest wel eventjes, we moesten wel mensen vinden die ook mee wilden doen en onder de scanner wilden liggen. We zagen daar dus ook een zeer reactief ventraal striatum. Maar bovendien dat de communicatie met het gebied hier in de voorhersenen afwijkend is ten opzichte van de normale mens. Dus die rem die werkt in dit geval niet goed. Nou, ik denk dat het is belangrijk onderzoek, omdat we dan beter gaan begrijpen wat er werkelijk in het brein gebeurt en waarom mensen op een bepaalde manier reageren, in bepaalde omstandigheden. Tot nu toe hebben deze bevindingen nog geen implicaties gehad in de rechtszaal, maar ik verwacht dus dat in de nabije toekomst meer zal gaan gebeuren. En ik denk ook dat genetisch onderzoek belangrijker kan worden. Kijk, agressief gedrag, antisociaal gedrag, heeft een duidelijke genetische lading. Dat is alleen al duidelijk uit het feit dat meer dan 50% van alle criminaliteit gebeurt door leden van minder dan 10% van de families in een bepaalde bevolking. Ja, dat is een hele sterke clustering. Komt natuurlijk door opvoeding, door leefomstandigheden, maar ook door erfelijkheid. En er zijn ook genen in verband gebracht met dat antisociale, agressieve gedrag. Bijvoorbeeld het MAO-gen. En MAO is het enzym monoamide-oxidase, dat speelt een sleutelrol in de afbraak van serotonine, een neurotransmitter. En ik ga even dit plaatje wat uitvoeriger met u bespreken. Dit is eigenlijk een klassiek plaatje. Dit onderzoek is ook al meerdere keren al gerepliceerd. Maar dit is het onderzoek van Caspi en collega's, een groot cohortonderzoek in Nieuw-Zeeland.
En zij hebben een cohort, hij is begonnen op jonge leeftijd met mensen te onderzoeken. En hier gaat het om wat op 26-jarige leeftijd aan de hand was. De mate van antisociaal gedrag, dat staat hier op de i-as. En men heeft drie groepen onderscheiden, namelijk degenen die niet mishandeld waren in de jeugd, die mogelijk mishandeld waren en die ernstig mishandeld waren. En op grond van de genetica twee groepen, namelijk de groep met een genotype dat codeert voor een slechte versie van het maal, tegenover de groep met een goed werkend maal. En wat je ziet dat bij degenen die in de kindertijd niet mishandeld zijn, maakt dat niet uit. Maar degenen die wel mishandeld zijn, als die ook een wat slechte maal hebben, zo maar te zeggen, hebben dus een hele grote kans om antisociaal gedrag te gaan vertonen. Ja, in hoeverre kunnen ze dit nou zelf, in hoeverre zijn ze daar zelf schuldig aan? Dat is een ethisch interessante vraag. Maar een andere interessante vraag is, kan je dit inbrengen in rechtszaken? Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat het gebeurd is, onder andere in de Verenigde Staten. Daar accepteerde een rechtbank het bewijs van het slechte maal en mishandeling in de jeugd bij een verdachte als bewijs. En de jury nam dat mee vervolgens en verminderde de aanklacht van moord met voorbedachte raden naar doodslag. En dat is wel relevant voor de verdachte, want moord met voorbedachte raden in die staten betekent maximale straf doodstraf en doodslag maximale straf 6 jaar gevangenisstraf. En in Italië een soortgelijke uitspraak. Verder onderzoek is hier dus naar nodig. En daar zijn we ook mee bezig samen met Barbara Frank. Genetische kwetsbaarheid is dus niet iets los. Dat komt tot uiting in interactie met omgevingsfactoren. En ik wil nu nader ingaan op die omgevingsfactoren. Dit is Eddie Ray Ruth. En dit uniform is echt. En de medailles voor zijn goede daden zijn ook echt. Eddie Ray Ruth diende bij de marine in de Verenigde Staten. Rechts is Ruth nadat hij is opgepakt wegens het doodschieten van Chris Kyle en Chad Littlefield. En Chris Kyle is een bekende Amerikaan. Chris Kyle is marinier. En als scherpschutter had gediend binnen de Special Forces, 4 keer uitgezonden naar Irak. Verscheidene hoge onderscheidingen voor zijn moed. En er is een film van hem gemaakt, The American Sniper, geregisseerd door Clint Eastwood. Nou, Ruth heeft Kyle en zijn kameraad Chad Littlefield doodgeschoten en is er dan doorgegaan met de nieuwe pick-up truck van Kyle. Oké, stel u zit in de jury. Ja? Is Ruth schuldig of niet? Ik zie wat mensen voorzichtig met hun hoofd knikken of schudden, maar misschien willen de anderen nog wat meer informatie hebben. Oké. Kyle had last gehad van posttraumatische stressstoornis. En hij was zelf heel erg geholpen door weer dat geweer te nemen en te gaan schieten op de schietbaan. En samen met Littlefield had hij dus bedacht, we gaan andere veteranen helpen met PTSS. En we gaan schieten op de schietbaan. En zo hadden ze op deze schietbaan afgesproken met Ruth. Ja, dit is, kijk, wij doen imaginaire exposure in Texas. Daar doen ze het ook, maar dan met echte kogels en echte geweren. En dus op die ochtend, 2 februari 2013, kwam Ruth daar aan. En vermoorde Chris Kyle, of in ieder geval doodde Chris Kyle en Littlefield. Wat was er gebeurd? Nou, Ruth vertelde tijdens de zitting dat hij had geschoten uit zelfverdediging. Hij had op dat moment gedacht dat ze hem wilden neerschieten. Eigenlijk was het zo dat hij eigenlijk even terug was in de oorlogssituatie in Irak. En hij dacht, het is of ik... Of zij zijn het, die zullen overlijden. Zij heeft het snel gehandeld. Het was duidelijk, absoluut, dat Ruth psychotisch was. Maar ook was duidelijk dat hij cannabis had gebruikt die ochtend.
Tijdens de rechtszaak bleek dat Ruth totaal onredelijk was over wat hij gedaan had. Hij voelde zich ontzettend schuldig. Want Kyle was een grote doof, die deed hij heel erg tegen. Weet u nu al voldoende om Ruth schuldig te verklaren of niet? Of zit u nou met een dilemma? Nou, heel opvallend, de jury in Texas had er geen problemen mee. Hele korte beraadslagen. Dat betekent meestal schuldig. Want, wat was er aan de hand? Zij vonden dat het cannabisgebruik, dat had hij zelf gedaan. Dus culpa in causa. Culpa schuldig voor de causa, de psychose, waaruit vervolgens dat delict volgde. Ja, is die jury daar in Texas adequaat voorgelegd? Dat vraag ik me af. Want zoals ik al zei, PTSS wordt gekenmerkt door voortdurende prikkelbaarheid, voortdurende onvrijwillige flashbacks aan traumatische gebeurtenissen, nachtmerries, patiënten hebben vaak slaapproblemen, zijn dus heel onrustig en prikkelbaar overdag, zoals ik al zei. Ja, vele patiënten met PTSS gebruiken alcohol of andere middelen om die symptomen te onderdrukken. En dan moet je ook weten dat bijvoorbeeld de kwetsbaarheid om PTSS te ontwikkelen, die wordt groter als er in de jeugd traumatische situaties zijn gebeurd. Dat volgt bijvoorbeeld uit een onderzoek in Israël onder adolescenten. Waar was een groep van adolescenten die allemaal een ernstige oorlogssituatie hadden meegemaakt. En een jaar later had men gekeken naar de maat en de ernst van de PTSS-klachten. En bleek dat degenen die in hun jeugd mishandeling hadden meegemaakt, die hadden de meeste PTSS-klachten. En bovendien, degenen die PTSS-klachten hadden, die gebruikten ook meer middelen. In het bijzonder daar is cannabis. Dus als iemand onder invloed van een PTSS cannabis gaat gebruiken, in hoeverre is hem dat dan aan te rekenen? In hoeverre is dat culpa in causa? Dat is iets ergs gebeurd. Nou wil ik even op een ander puntje ingaan. Aan mij als rapporteur wordt gevraagd om te zeggen in hoeverre er sprake is van toerekeningsvatbaarheid. Maar ik zit in zo'n geval wel moeilijk, want ik kan beschrijven wat er aan de hand is, hè, naar onderzoek en wetenschappelijke kennis gebaseerd. Maar toerekeningsvatbaarheid is een juridisch begrip. En ik ben het daarom helemaal eens met de stelling van collega's Meijer en Hummelen. Als zij zeggen dat toerekeningsvatbaarheid eigenlijk niet een begrip is waar wij als gedragskundigen ons mee moeten bezighouden. Dat is aan de juristen, aan de rechters. Maar wij moeten wel uitleggen wat er aan de hand is. En daarbij hoort ook de kennis dat de kans voor het ontwikkelen van een psychose wordt vergroot. Onder invloed van cannabis wordt vergroot bij jeugdtrauma's. En dat die relatie ook weer sterker wordt bij bepaalde afwijkende genen. Dat speelt dus allemaal een rol. En stel dus dat bij Ruth al die ongunstige factoren aanwezig waren. Hè? Wat vindt u dan als jury? Jury in Nederland. Is Ruth schuldig? Hoe rechtvaardig is het om hem levenslang op te sluiten? Hoe nuttig is het om een levenslang op te sluiten? Zouden we hem niet veel beter kunnen behandelen? Het is een vraag. Het is een vraag. En het is ook een vraag wat we aan moeten met deze motie die is aangenomen in ons parlement. Motie van Kamerlid Marcouch. Die stelt dat het gebruik van alcohol en drugs bij geweldsdelicten moet leiden tot een zelfstandig strafverhogend element in de strafeis. Nou, de regering is er nog niet helemaal uit wat ze met deze motie moeten, want het is heel complex. Ik zal er niet op ingaan, maar zo eenvoudig is deze motie niet. Maar goed, het feit dat we dus strenger moeten straffen. Als dit dus gaat gebeuren, dan vraag ik me dus wel af of de verdachte dan wel goed is onderzocht en of er wel is gekeken naar de reden van het middelgebruik. En het is ook belangrijk dat we dus onderzoek doen, dat we weten waar het eigenlijk om gaat. En ik was daarom ook direct enthousiast toen Jan Ramakers uit Maastricht voorstelde om een subsidie aan te vragen om te kijken hoe het nou is met het effect op impulsiviteit van stoffen als cannabis en cocaïne. En het resulteerde in promotieonderzoeken van Desiree Spronk en Janaat van Wel. En zij lieten zien dat er belangrijke individuele verschillen zijn in het effect op impulsiviteit, op impulscontrole tussen mensen bij het gebruik van cannabis en cocaïne. En met dat onderzoek moeten we zeker doorgaan.
En verder vermeld ik dat ik met veel interesse en plezier betrokken ben bij het uiterst relevante onderzoek van Geven van der Elsen, onder leiding van Marcel van Rickert, waar we kijken of cannabis kan helpen als anti-agressiemedicatie bij patiënten met Alzheimer-dementie. En dat is ook onderzoek waar mee doorgegaan moet worden. Ik kom dan even op een heel bijzondere groep van omgevingsfactoren, en dat zijn geneesmiddelen. De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat geneesmiddelengebruik in verband wordt gebracht met agressie in rechtszaken. Met name antidepressiva zouden aanleiding kunnen geven tot agressief geweld. Maar ook andere middelen, benzodiazepine en het dopaminerge werkende middelen, zoals gebruikt bij ADHD, methylphenidaat, of gebruikt bij de ziekte van Parkinson. Ja, als iemand een middel slikt op voorschrift van de dokter en hij ontregelt en hij doet een delict, ja, dan is dat natuurlijk een hele ernstige zaak. Het is ook een schulduitsluitingsgrond, maar het moeilijke is om hard te maken, als rapporteur, dat er in dat individuele geval aan de hand is. Kijk, dat het voor kan komen, nou, dat is één punt, ook daar kan je over discussiëren. Maar daar zijn toch wel wat te onderbouwen, denk ik. Maar is het dan ook in dat individuele geval aan de hand? Of zegt de verdachte dat maar? Nou, een mogelijkheid om dit te bewijzen is om de persoon opnieuw bloot te stellen aan het middel en kijken wat er gebeurt. En dat kan je op een dubbelblinde, placebo gecontroleerde manier doen. En dat hebben we ook onlangs gedaan bij een man die verdacht werd van een moord. Die had namelijk die middag, voordat hij dat delict zou plegen, had hij paroxetine gebruikt. Had hij net die dag ervoor was dat voorgeschreven door zijn huisarts. En hij had ook maar meteen een dubbele dosis genomen, want hij voelde zich heel erg rot. En ja, hij zegt zelf dat hij zich eigenlijk niet normaal voelde de rest van die dag. En hij heeft dus een moord gepleegd. Ik werd daar in ieder geval van verdacht op dat moment. Nou, wij hebben hem paroxetine gegeven, opnieuw, nu in een veilige situatie. En placebo en nog een aantal andere middelen, zodat de bijwerking niet meteen verraden dat het paroxetine was. Dus wij wisten niet wanneer hij het kreeg, het was gerandomiseerd natuurlijk. En wij vonden dat hij op paroxetine meer ontregelde dan een placebo. Dat betekent nog overigens niet dat het Hof dat automatisch heeft meegenomen, want zij vonden de ontregeling niet dusdanig dat daaruit het delict kon worden verklaard. Dus dat zijn de rechters, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dit soort onderzoek te doen als dit soort vragen liggen. We zijn op het ogenblik ook met een dergelijk onderzoek bezig. Maar ik moet er ook even zeggen dat paroxetine bij andere mensen die reactief agressief zijn, juist de agressie verminderen. Dus het is toch wel ingewikkeld allemaal. En er zijn sommige mensen waar paroxetine agressie provoceert, maar bij de meerderheid van de mensen juist niet. Nou, we willen graag weten hoe dat zit. En dat zijn we aan het uitzoeken in het promotieonderzoek van Deborah Peters samen met Judith Homberg, het advies van Sietse de Boer uit Groningen, die veel onderzoek heeft gedaan daarna. Hoe zit dat nou? Agressie en antidepressiva. Belangrijk, belangrijk onderwerp. Maar stel nou eens dat we nog meer kunnen onderzoeken hoe het precies zit in de hersenen. We kunnen die werking precies verklaren, we weten hoe het brein reageert in bepaalde omstandigheden. Zou het nou niet zo kunnen zijn dat we uiteindelijk bij iedere verdachte eigenlijk kunnen aantonen dat er nou iets te vinden is wat het delict verklaart? Dat er helemaal geen vrije wil is eigenlijk. Nou, dat is nu precies wat betoogd wordt door verschillende neurowetenschappers. Bijvoorbeeld door Victor Lamme, zijn boek De Vrije Wil Bestaat Niet. En Dick Swaap, Wij Zijn Ons Brein. Ja, beste mensen, of u het nou goed vindt of niet, maar eigenlijk is iedereen hierbij ontoerekeningsvatbaar. En nou, bent u gelukkig hier. Ik vind het ook erg aardig dat u hier bent. Maar is dat uit vrije wil gebeurd? Ja, die stelling dat wij geen vrije wil hebben, die gaat terug op een aantal experimenten. De een daarvan is het experiment van Libet. Hij vroeg de proefpersonen om links of rechts te drukken op een knop. En ze kregen daar een periode van 10 seconden voor. En ze mochten direct drukken of ze mochten pas op de laatste seconde drukken, moesten ze zelf weten. Ook zelf weten of ze links of rechts drukken. Ondertussen werd de hersenactiviteit, ook de motorische cortex werd gemeten. En wat blijkt, de mensen moesten dus aangeven hoe ze onthouden wanneer ze besloten hadden om links of rechts te drukken. Even onthouden waar de klok op dat moment stond. En je ziet, hier heeft het
individu heeft hier gekozen om rechts te drukken. En opvallend is dat de hersenactiviteit in de linker cerebrale cortex, die stuurt de rechterkant aan, dat die al toenam, die activiteit, voordat de beslissing werd genomen. Dus dat brein dat wist al wat het individu ging kiezen. Ja, helemaal geen vrije wil. We hobbelen een beetje achter ons brein aan eigenlijk. Nou, heeft links of rechts kiezen niet zoveel consequenties. Hè? Voor ons zou het veel relevanter zijn om te weten hoe dit zit in dit geval als we bijvoorbeeld de keuze om wel of niet aan het experiment mee te doen. Of de keuze om wel of niet een strafbaar feit te gaan plegen en daar voorbereidingen voor te gaan treffen. Goed, andere experimenten waar Victor Lam op teruggrijpt, zijn experimenten waarbij de proefpersoon een keuze wordt gelaten. En de proefpersoon denkt dat hij zelf een keuze heeft gemaakt. Maar in werkelijkheid heeft de experimentator een bepaalde kant op geduwd. En dan, ja, dat blijkt dan niet duidelijk. Maar achteraf denkt de proefpersoon toch dat hij zelf gekozen heeft. Hij heeft er nog een redenatie bij op. Neurowetenschapper Lamme beweert nu dat dat soort experimenten laten zien dat het niet willens en wetens is eigenlijk. Niet is geformuleerd dat er geen opzettelijke daden zijn. Nou, generaliseert Lamme natuurlijk wel heel erg ver als hij zegt dat er geen vrije wil is. Want hij heeft alleen laten zien dat niet al onze keuzes willens en wetens tot stand komen. Kijk, en dan zou ik met Horatio willen zeggen, there needs no neuroscience, my lord, come from the lab to tell us this. Autoverkopers, in de categorie, of goochelaars, psychiaters, houders, en andere manipulatoren. Ja, die kennen wel technieken waarmee ze de anderen een bepaalde kant op kunnen sturen. En zijn die anderen daar nog blij mee ook, want ze hebben zo'n goede keuze gemaakt. En de overheid moet tegenwoordig aan nudging begrijpen. Nu is het zo dat gedragswetenschappers al lang geïntrigeerd waren door de keuzes die mensen maken, onbewust. En dat ze toch denken dat ze zelf een keuze hebben gemaakt. Ja, ik moet denken aan Sigmund Freud met zijn psychoanalyse, maar ook Burr Skinner met zijn behaviorisme. En ja, de onderzoeken waar Lamme op teruggrijpt, die zijn natuurlijk wel degelijk interessant. Hè? Want ze laten zien opnieuw dat een belangrijk deel van onze gedragskeuzes berust op automatische patronen. En het is juist van belang om die automatisme in kaart te brengen in ons onderzoek van de verdachte en de patiënt. Bijvoorbeeld bij de patiënt met PTSS, dan is het dat snelle automatische emotionele systeem, wat dus heel handig is dat het bestaat, want dat betekent dat we in bedreigende situaties, als het onszelf niet eens duidelijk is, al een reactie hebben. Maar in het geval van BDSS is dat systeem een eigen leven gaan leiden, is die conditionering heel erg sterk geworden en onttrekt zich aan de controle van de cognitieve bovenbouw. Beslissingssnelheid gaat in kosten natuurlijk van beslissingsvrijheid, maar bij BDSS is het wel erg ver gegaan, is de patiënt een gevangene geworden van het conditionerende systeem. Iets dergelijks speelt bij verslaving, hè? Alcohol, cannabis. En daar zit het snelle systeem waar het beloningscentrum een belangrijk deel van uitmaakt. Dat systeem is gekaapt door de verslavende stof. Kijk, normaal gesproken helpt het beloningscentrum om snel te handelen. Bijvoorbeeld dat we onthouden de omstandigheden waarin lekker eten te vinden was. En als we weer in die omstandigheden zijn, dan denken we waar is het eten? En dan zijn wij er snel bij. Dat is natuurlijk handig, maar gelukkig is dat systeem flexibel. Als er een aantal keren helemaal niks te vinden valt, dan wordt die conditionering weer uitgedoofd. Maar dat soort verslavende stoffen hebben een farmacologische werking, dus een eigen werking, waarmee ze een hele grote kras zetten in dat conditioneringssysteem, in dat geheugen. En het is dan eigenlijk, ja, het is zo sterk geconditioneerd, dat het individu iedere keer als hij weer de omstandigheden komt waarin hij gewend was dat middel te gebruiken, dat hij zo'n aandrang krijgt om dat middel opnieuw te gebruiken, om dat te zoeken, dat is out of control geraakt. Mijn patiënten zeggen dan, ja, ik was echt van plan om echt nu te stoppen met alcohol, maar ja, ik zat in één stopje met een blikje bier in mijn hand. Ja, dat klinkt als een goede smoes, maar ik denk ook dat ze het echt zo ervaren, dat even een onbewust systeem die hebben het handelen bepaald en die cognities die hobbelen daar een beetje achteraan en zijn te laat. Nou, gelukkig zijn gedragstherapeutische interventies
om zo'n patiënt te helpen om zich te herprogrammeren, om die conditionering te downgraden en de kans te verkleinen dat hij weer gaat terugvallen in alcoholgebruik. En ook medicatie kan drukken. Tot nog toe heb ik het vooral gehad over aspecten die met het al of niet toerekenen te maken hebben. Maar ja, dat is goed, dat is belangrijk voor de straftoemeting, voor de vergelding. Maar in deze maatschappij zijn we toch steeds meer gericht op veiligheid. En als het om veiligheid gaat, dan gaat het om het voorkomen van recidief. En ja, er is een tendens om steeds maar strenger te straffen. Ik denk dat de motie Marcouch daar ook een uiting van is. Dus zowel links als rechts horen we dit soort geluiden. Maar straffen alleen is geen probaat middel om recidives te voorkomen. Bijvoorbeeld als je vergelijkt het aantal recidives, en hier staat aantal recidives, algemeen recidives, ernstige recidives, zeer ernstige recidives. Vergelijk hoe vaak het voorkomt in 2 jaar tijd na, bij TBS'ers, in vergelijking bij mensen die alleen in de gevangenis hebben gezeten, dan zie je dat dit zo'n beetje de helft minder is. Het is natuurlijk geen gerandomiseerd onderzoek, dat kan je begrijpen. Het zou een ideaal onderzoek zijn natuurlijk, maar zo werkt het niet. Maar dit geeft wel te denken. Het is in ieder geval wel onderbouwd het nut, de doelmatigheid van TBS. Het is daarom van groot belang om aan de dader de passende sanctie op te leggen. He, voor een dader die onder invloed van een psychiatrische stoornis, functiestoornis, het delict heeft gepleegd, is behandeling over het algemeen de meest doelmatige manier om de risicoperhaling te voorkomen. En de informatie die nodig is voor het toekennen van de juiste maatregelen. We beginnen met goed prostitutieonderzoek. Een goede uitleg aan de rechters. En ik verwacht, en ik hoop ook eigenlijk, dat in de nabije toekomst neurobiologische gegevens vaker zullen worden meegenomen. Niet alleen in toerekeningsvatbaarheid, dus ook in risicotaxatie en het risicomanagement. En ik verwacht ook veel van mogelijkheden van personalized devices, waarbij patiënten met slimme sensoren zichzelf kunnen monitoren. En zodat zij zelf, en ook de behandelaren, hun angst of agressie eerder kunnen zien aankomen en veel beter kunnen begrijpen wat er gebeurt in bepaalde situaties en waarom dat risicovolle situaties zijn. Dit biedt houvast om ook de vooruitgang te meten tijdens de therapie. Heel persoonsgericht. Ik ga samenvatten. In de geneeskunde en in de gedragswetenschappen wordt niet dichotoom gedacht, maar wordt dimensioneel gedacht. Langs meerdere dimensies, op meerdere lagen. Dus als wij de invloed van de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens, zeer ouderwets hoe dat geformuleerd is, op het delictgedrag willen beschrijven, dan moeten we ons niet laten beperken tot hokjesdenken, dat eventueel versterkt kan worden door de DSM. Nee, het gaat om beschrijving van de gestoorde functies in hun onderlinge samenhang, altijd in meerdere lagen. En passant heb ik ook nog laten zien dat de mogelijkheid van detentie plus TBS een zeer doelmatig antwoord is als we willen straffen en behandelen. TBS is effectief in het terugdringen van recidives. En ik wil aansluiten bij de reden van Willem Pomp, de naamgever van de Pompkliniek, de eerste hoogleraar strafrecht hier in Nijmegen. En die begon zijn inaugurele reden, overigens in Utrecht, 1928, hij was toen weer weg uit Nijmegen, met de zin: een der belangrijkste verschijnselen in het moderne strafrecht is de bijzondere aandacht die er aan de persoon des daders wordt geschonken. En hij vond in zijn oratie dat er nog een wereld te winnen was. Ja, stond eigenlijk aan het begin van dat proces. TBS werd in dat jaar ingevoerd. En hij eindigde zijn reden met de hoop: mogen de onderzoekingen omtrent de persoon van de dader winnen aan diepte. Ik herhaal eigenlijk een beetje hetzelfde. Sindsdien is de kwaliteit natuurlijk van de gedragskundige pro-justitia-rapportage zeer sterk verbeterd, zeer sterk ontwikkeld. Maar het neemt niet weg dat het nog steeds beter kan en dat we optimaal gebruik moeten maken van de nieuwe technische mogelijkheden. Persoonlijk vind ik de forensische psychiatrie veruit het boeiendste subspecialisme in de psychiatrie. Het is breed, het is complex, alle stoornissen kunnen relevant zijn. Het is vaak een puzzel om uit te zoeken wat er nou aan de hand is en wat er nou het beste kan gaan gebeuren. Het uitzoeken gaat meestal met medewerking van betrokkenen, maar ook regelmatig met enige tegenwerking. Kortom, het blijft uitdagend en de forensische psychiatrie vervult een maatschappelijk uitermate belangrijke taak. Dat wil ik toch maar even erbij zeggen. Aan het einde van mijn reden wil ik graag enkele woorden van dank uitspreken.
Ik dank het college van bestuur van de Radboud Universiteit en het bestuur van de faculteit van rechtsgeleerdheid voor het in mij gestelde vertrouwen. Met het voortzetten van de leerstoel forensische psychiatrie wordt het belang onderstreept van de inbreng van gedragskundige aspecten bij het opleggen van sancties en ook het belang van de forensische psychiatrie op weg naar een veilige samenleving. En ik hoop samen met Pieter van Kempen en met andere leden van de sectie strafrecht toch een aantal belangrijke thema's verder te kunnen uitwerken. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Scholingsheide, dus ik wil ook de stichting hartelijk bedanken voor deze mogelijkheid. Ik wil ook de directie van de Pompenstichting en de Raad van Bestuur van Proportionen erg bedanken voor de ondersteuning. En ook Aart Scheen als hoofd van de afdeling psychiatrie, waar mijn hoofdaanstelling is. Dames en heren, met name ook dames en heren studenten. Ik heb zelf vele goede en inspirerende docenten meegemaakt, daar veel van geleerd. En ik hoop dat mijn onderwijs uw interesse zal wekken en u zal inspireren. Ik zie mijn huidige wetenschappelijke werk overigens als het verlengde van mijn promotieonderzoek. Al lang geleden. Dat was naar de neurobiologische en farmacologische aspecten van suicidaal gedrag. Het is wel een link met agressief gedrag. Dat was een tijd in Leiden en Rotterdam, waarin ik begeleid werd door Michiel Hengelveld, Godfried van Kempen en Roos van der Mast. Ik vind het erg fijn dat we er vanmiddag bij kunnen zijn. En ik denk met veel plezier aan die tijd terug. Op het Center for Human Drug Research in Leiden, onder leiding van Joop van Gerven, Adam Cohen en samen met Harm Gijsman, zet ik de eerste avontuurlijke stappen naar het ontrafelen van de effecten van ecstasy. Dat was het eerste echte klinisch farmacologisch onderzoek. En toen ik hier in 1998 in Nijmegen kwam op Radboud UMC, werd de afdeling psychiatrie geleid door Frank Kortman en Frans Zichtman. En zij boden de gelegenheid om een research unit op te zetten met voor psychofarmacologisch onderzoek. En dat kreeg verder gestalte toen Jan Buitra hoofd werd. En onder leiding van Paul Smits en Giel Hekster werd ik verder gevormd tot klinisch farmacoloog. Alle dank voor wat ik van jullie geleerd heb. Een belangrijk deel van mijn onderzoek vindt plaats in de kliniek en de polykliniek van de Pompenstichting. Ik wil daarom de huidige directie Betty Broens en Joke Groeneweg hartelijk bedanken dat dit mogelijk is. En ik wil ook in het bijzonder Erik Bulten bedanken. Hij is betrokken bij vele projecten en hij denkt altijd zeer enthousiast mee. Allemaal, ik hoop nog vele mooie studies tot een goed einde te gaan brengen. Al deze mensen die ik genoemd heb. Ik heb vele namen genoemd en ik wil ook, dus collega's die ik niet genoemd heb, promovendi en studenten erg bedanken voor alle samenwerking, motivatie en inzet. En tot slot mijn familie en ouders bedank ik voor de vrijheid die jullie gegeven hebben om het te ontwikkelen. Lieve moeder, het is toch wel bijzonder en fijn dat je dit kan meemaken. En lieve Janne, het is prachtig dat we al zo lang samen zijn. En lieve Isabel en lieve Govert. Onze inmiddels volwassen kinderen weten dat wij met veel plezier zien hoe jullie je eigen weg zoeken in deze wereld vol met hindernissen en mogelijkheden. Weet dat wij trots zijn op jullie. En u allen wil ik heel hartelijk bedanken voor uw aandacht. Ik heb gezegd. Met uw glasheldere verhaal. Ik heb inderdaad gehoord wat ik al verwachtte, namelijk dat de boel allemaal niet makkelijker wordt. En als je dit soort inzichten betrekt bij strafrechtelijke processen, ik herinner mij niet veel van het strafrecht, maar tijdens mijn studietijd kreeg ik een artikel te lezen met de titel Helpt straffen? Het antwoord daarop was natuurlijk nee, dat was een retorische vraag. Maar u heeft glashelder laten zien hoe belangrijk het is dat wij niet eenvoudig denken, maar de boel echt grondig analyseren en wij zijn heel gelukkig met uw aanwezigheid en gelukkig met de samenwerking tussen de medische kant van deze universiteit en de juridische kant van deze universiteit. Ik wens u heel veel prettige jaren aan deze universiteit. Ik wil bij mijn felicitaties ook graag uw familie betrekken en dan wil ik graag vervolgen met enkele huishoudelijke mededelingen.
Professor Verkes en dokter Anders Visser recipiëren hier zo meteen beneden. Als u zonder brokken de trap af bent gekomen, dan aan uw linkerhand de zaal in. De gasten die in de gelegenheid zijn, worden verzocht vanavond te feliciteren. En ik verzoek u vriendelijk om zo meteen de familie in de gelegenheid te stellen om zich aan te sluiten bij het cortège, zodat u niet met z'n allen de zaal uitholt zodra wij hier de zaal verlaten. Ten slotte wil ik u verzoeken te gaan staan, zodat we kunnen afsluiten. Thank you.